jongens en meisjes, en welkom bij weer een nieuwe video van de Noobspeler. Vorige keer hebben we allemaal diamanten proberen te minen met dynamiet. En dat ging me niet zo goed af, want ik had mezelf laten ontploffen. Dat is niet zo mooi. Dus nu zijn we terug bij onze boomhut. En hij is nog steeds niet gemaakt door Klus. Nou, dat vind ik wel jammer. En vandaag gaan we allemaal leuke avonturen leven. Ik heb zoveel goede ideeën door jullie. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst mensen op de vuurtoren fame zetten. Taro, deze keer zijn dat JD van Dijk, Delano Berghakker, Banaantje en Mandy van den Broek zei: hallo, ik ben geabonneerd. Wow, dankjewel Mandy. Dus kom je nou op de vuurtoren fame? Oké, dan gaan we naar de vuurtoren fame. Ik sta aan de bessen. Oh nee, dat is niet slim. Oh, dan gaan we hier naar beneden. Woehoe. Zo, hallo inkvis. Pakken we altijd wat honing om te eten, als we er toch langskomen. Kijk, nu sta je er ook bij. Yes, dat is goed gedaan. En velen van jullie zeiden dat ik deze blauwe beestjes moest bevrijden. En om dat te doen moet ik eerst gaan oefenen. Omdat er een hele gevaarlijke stomme dievenbende zit. Dus daarom ga ik hier eerst een oefenbaan maken. Zodat ik goed kan vechten de pechten. Kijk, die gaan we hier maken zo. Zo, en dan kunnen we vanaf de boom het zien zo. Yes, dit is goed. Dan gaan we dit eerst helemaal vlak maken. Kijk, het is nu helemaal vlak gemaakt. En dan gaan we hooi pakken, want daar kunnen we pijlen op schieten. Boven achter het bed ligt ook nog hooi. Oeh, kijk, en hout. Dat kan ik goed gebruiken voor op de schietbaan. Neem met deze hooi ook mee. En dan zetten we hier nog die plankjes neer. Ook moeilijker dan het eruit ziet, toch? Dit zijn wel vette doelen zo. Dan kan je van ver af pijlen boog leren schieten. Misschien is het leuker om hier een roos van te maken. Maar om een roos te maken heb ik een crafting table nodig. Dus die moet ik even snel in elkaar craften. Dat kan ik goed. Hoe moest dat ook alweer? Bullseye is meestal rood, dus misschien lukt het met redstone. Gaan we eens redstone pakken. Zou ik wel leuk vinden. Oh, hier is redstone. Ja, zo moest dat. Dan wil ik een 3 maken. Kijk, het is gelukt. Nou kan ik goede bullseye training doen. Hoe? Vele afstanden. Want het is een heel groot veld, hoor. En als ik goed geoefend ben, dan ga ik die blauwe beestjes bevrijden. Oh, dan moeten we wel een pijl en boog hebben om te schieten. Gaan we eens even in de boerderij kijken. Hier, kijk, hier hebben we deze. Deze, die kunnen we gebruiken voor een pijlenboog. 3 hebben we er nodig en die. Dat gaat ons wel lukken. Oh, kijk, hier liggen ook pijlen in. Oh, en nog een crossbow. En nog een zwaard. Die kan... Oh, dit zijn mijn oude spullen. Deze is van de boevenrikken. Dat is niet goed. Maar dan hebben we in ieder geval pijlen om te schieten. Hoe kom ik hier nou beneden snel? Zo via het water natuurlijk. Woe! Dat scheelde weinig. Yes. Kijk, nu kan ik echt een boogschieter gebruiken. Kijk eens hoe ver we kunnen schieten. Woe! En ook omhoog. Moet je eens kijken hoe hoog die gaat. Woehoe. Auw, auw, auw. Ik heb mezelf geraakt. Maar daar kreeg ik wel een bonus voor. Dat was niet handig. Maar vanaf hier kunnen we wel schieten op de... Kijk hier, schieten. Oeh, dat is veel te weinig. Ik moet heel hoog mikken. Gaat er overheen. Zit hij er nou in? Oeh, hij zit wel in het bord. Maar nog niet in de roos. Het gaat me wel lukken hoor. Kijk, nou heb ik een tafeltje gemaakt. Hier kan je vanaf afschieten. Oeh, dan gaat ons goed komen hier zo. Oeh. Wow. Die zit er echt vlakbij. Oh, moet je kijken. Zit er nog net in. We komen al in de buurt. Oké, ik moet hem wel in de roos halen, anders ben ik niet goed genoeg. Oh, we schieten maar. Ja, bullseye. Wow, die zat erin. Oh, die zit er ook recht in. We hebben goed gedaan. Oké, en nu hebben we nog een andere boog. Die moet ik ook gaan gebruiken. Kijken of die makkelijker is. Nee, hij gaat helemaal niet hoog. Ah, iets hoger mikken. Oeh, schiet al best wel een beetje raak. Oké, nou heb ik een ander idee. Want we kunnen niet alleen schieten. We kunnen natuurlijk ook met de zwaard aanvallen. Weet je wat? Ik ga even wat stenen hakken. Dan gaat het me lukken. Ik heb nou stenen gehakt. En dan hoop ik dat het daarmee lukt. Oh, eten. Haha, hebben we. Dan kunnen we deze ook even smelten. Ik moet de stenen gaan branden. Want daarmee gaat het me lukken. Dan gaan we even wachten tot de stenen gesmolten zijn. Kijk, dan kunnen we hier gouden pakken. De diamanten. Die gaan we daar neerzetten. Oeh, kijk hier. Smoothstone is gelukt. Oeh, auw, auw, auw. Ik moet niet te vaak vallen, want dan ga ik dadelijk nog af ook. En met deze kunnen we die maken. Die heb ik nodig. Ah, oh, goed verhaal. Nou, nog even de stokjes pakken. En dan kunnen we er vandoor. En dan gaat het ons echt lukken. Waaah! Plots. Oeh, dat is goed gelukt. Dan kunnen we hier eroverheen naar de schietbaan. En dan kunnen we hier tapbeelden maken. Kijk, nu hebben we 3 stands. We zetten er hier eentje neer. En dan moet je daar omheen schieten, Pieten. Kijk, dat is 1 poppetje. En een blauw poppetje. Kijk, wauw. En nu kunnen we met het zwaard oefenen. Hoe, pauw. Wauw, zie je, ik heb hem geraakt. Hoe, kijk, zo kan ik goed oefenen. Pauw. En nu kunnen we er ook omheen schieten, de Pieten. Kijk maar.
in de roos. Maar er staat een schaapje voor. Sorry, schaap. Wauw, die was raak op jou. Dan gaan we de schaap proberen te raken. Haha, ik heb de schaap geraakt. Daar krijg ik puntjes voor. Oh, dit is een goede oefenbaan, heb ik zo gemaakt. Wauw, nu gaan we kijken hoe ver we moeten lopen. Of we het misschien al kunnen zien waar de stommerikken zitten. Want ik heb ze wel gezien vorige keer, hoor. Daar is mijn schietbaan nog, in de verte. Stommerikken, die moeten hier dan ergens zitten. Kijk, daar is een kasteeltje gebouwtje. Daar heb ik mijn boog voor. Nog stomme mensen zijn. Kijk. En daar zitten de blauwe mensen die ik wil beschermen. Oh, kijk, daar is iemand. Daar, kijk, daar zijn die blauwe. Oh, kijk, ze doen ze wel goed beschermen. Misschien kan ik me raken vanaf hier. Want ik heb goed geoefend. Haha, ik heb hem geraakt. Maar dan komen er heel veel op mij af door het water hier. Oh, nee, ze komen al heel veel komen er nou. Oeh, hij heeft een speciale wapen. Oh, kijk eens door dat ik zo goed geoefend heb. Schiet ik bijna alles raak. Wauw. Was raak. Kijk dan hoeveel ik er al gepakt heb. Ga ik jullie bedden nog een keer pakken. En deze puntjes om te toveren. Oh, kijk, daar is er nog één. Ah, nou is hij ook af. Oeh, lapsie lululu. En nog een extra pijlenmachine. Oeh, kijk, nu hebben ze bijna allemaal verslagen de paren, denk ik. Hallo, blauwe mensjes. Wow, ja, dan kan ik jullie dadelijk een keer... Oh, nee, er komen er nog steeds meer. Oh, oh, nee, ik heb niet zoveel pijlen meer. Oh, ik heb allemaal pijlen... Oeh, wow. Hij schiet op de koe. Nee, 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 nee. Oké, ik ga weg, want ze zijn boos ook, zie je dat? Oh, nee, laat mij met rust. Oh. Au. Au, hij schiet op mij. Nee, 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 nee. Ik heb ook geen bescherming aan. Oeh, dat is goed. Dan kunnen we ze gaan bevrijden. Kom maar op. Kan jullie aan, hoor, met mijn pijlenbogen? Hoeveel zijn er nog? Kijk maar. Haha, jullie maken geen kans, hoor. Oh, nee, dichtbij. Oh, ik heb geen pijlen meer. Oh, nee, au. Au, ik heb... Nee, 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 nee. Oh, honing. Honing, help mij. Wow, die ging over mijn hoofd heen. Wow, woehoe. Oh, nee, redden. Kom maar, redden nog. Oh, ik moet mijn zwaardje pakken. Oh, nee, help. Au, nee, kom maar, hoor. Au, nee. Stomme boeven, dieven zijn veel te sterk voor mij nog. Ik had wel bescherming aan moeten nemen. En misschien had ik ze nou nog niet willen bevrijden. Oh, nee, nou ben ik weer hier. Heb ik supergoed geoefend, maar had ik misschien toch bescherming aan moeten doen om ze te bevrijden. Willen jullie dat ik die mooie blauwe beestjes ga bevrijden? Dan moet je me dat zeker even laten weten in de comments. En vind je deze video nou leuk? Dan moet je even zeker abonneren. En wil je nog een nieuwe video kijken? Klik dan hier of hier. Klik dan. Klik, 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 klik. Klik en dan. Klik, 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 klik. Wow, tot de volgende keer. Doei, 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 doei.